overal aan wie. Welkom bij ons magisch winterfeest. Wat goed dat jullie er zijn. Mijn naam is Vito. Ik ben Bayem. Mijn naam is Vera. Jongens. We zijn al 23, 24, 25 seconden te laat. Wij moeten door. En nu maken jullie toevallig meteen kennis met ons pietje precies. Haar naam is Victoria. En Victoria zorgt ervoor dat elk magisch cadeau op tijd wordt uitgepakt. En Victoria heeft gelijk. Het is tijd voor ons volgende cadeau. Let op. Vera, zou jij het pakje er even bij willen pakken? Vera? Nee, ik heb er alleen. Dat zou goed staan. Voordat we zo'n pakje mogen openmaken, is het belangrijk dat we met iedereen aanwezig aftellen. En dat aftellen, dat doen we van 7 naar 0. Dus daar gaan we. En nee, kijk, hier staat van 6 naar 1. Dus dat doen wij. Oké. Ja. Nou, dan gaan we van 6 naar 1. Ja. Ja. Doen jullie allemaal mee? Daar gaan we. 6, 5, 4, 3, 2, 1. En dan is het afwachten wat er gebeurt. Ja, kom hè. Daar komen bubbels, daar komen bubbels. Bubbels naar beneden. Mooie kleuren, zeven en de geuren. Wat is mooi idee. Laat die bubbels zweven en dansen op de mist. Iedereen voelt zich vrolijk, ja zo blij als een kind. Daar komen bubbels, daar komen bubbels, bubbels naar beneden. Mooie kleuren, zweven en kleuren, maak eens mooi idee. Laat die bubbels zweven. Wauw, gevangen mist, zwevend worden. En in adem uit. Zo, is iedereen weer helemaal rustig? Ja. Fijn, dan ga ik door met ons verhaal. Wij zijn winterwonderverzamelaars en wij verzamelen... Wonderen, het hele jaar door. Juist, en die wonderen die verzamelen we... In pakjes zoals deze. Ja, één keer per jaar mogen we deze pakjes openmaken om met zoveel mogelijk mensen te delen. Ja, en volgens mijn schema gaan wij nu over van pakje 1 naar pakje 2. Dan heb je gelijk. Het zullen jullie weer mee. We tellen dus af van 6 naar 1. Nee, dit keer van 5 naar 1. Kijk, daar staat hij. Deze keer tellen we dus van 5 naar 1. Ja, oké. 5, 4, 3, 2, 1. Hey, dit is een geheimje voor jullie, let maar eens op. Kijk eens naar de lucht en zie eens om je heen. Al die mensen hier, ben je niet alleen. Kijk eens naar je hand en pak je toverstaf. Riep er mee de lucht en maak geduldig aan. Wanneer je niet gelooft, voel je de energie. Deze winterse magie. Dus als je niet gelooft, in je de
praal en pracht en zwaai je staf. Kijk omhoog en sta van. Vuurwerk klinkt nu heel de lucht, zoals een phoenix op zijn eerste vlucht. Vlammen komen uit en uit en uit. Spreek de vlammen, spreek maar luid, luid, luid. Vuurwerk klinkt nu heel de lucht, zoals een phoenix op zijn eerste vlucht. Vlammen komen uit, uit, uit. Spreek de vlammen, spreek maar luid, luid, luid. De praal en kracht en zwaai je stap. Kijk omhoog en sta van. Vuurwerk in heel de lucht, zoals de vlieg op de eerste vlucht. Vlammen komen uit, uit, uit. Spreek je vlammen, spreek maar luid, luid, luid. Vuurwerk in heel de lucht, zoals de vlieg op de eerste vlucht. Vlammen komen uit, uit, uit. Spreek je vlammen, spreek maar luid, luid, luid. Aha. Al die magische vuurtjes zweven de lucht op het prachtig. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Oh, 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 dat was cool, Vito. Ja. Vito. Ja. Waar hebben jullie dit wonder gevonden? Oh, je wil weten waar dat vuurwerk vandaan komt? Ja, ja. Oh, nou dat is heel simpel. Ik heb puur in de rij gestaan bij de Lidl in Duitsland. Oh. Nee, dat is het niet. Snap je? Nee, het was op een lange kerstdag. Oh. Ik was in mijn eentje op missie. Nee. En daar zag ik het voor het eerst. Een klein draadje. Oh. In plaats van vuur kwamen er sparkels uit. Ik besloot het draadje mee te jongens, nemen. Jongens, de tijd van wonderen uitpakken. Ja, die zit er helaas op, hè. De tijd is voorbij. Oh. Wow. De tijd vliegt voorbij. Met de wind in de rug. Victoria, ja, kunnen we niet nog één pakje overmaken? Nee, helaas. Nee, de tijd zit erop. Het is finito. Het is klaar. Het is dan. Ah, Victoria, alsjeblieft. We kunnen nog wel één pakje doen. Nee. De kinderen willen toch of niet? Ja, jullie willen ook een pakje uitpakken, toch? Ja, precies. Ja. Oké, dan. Ik heb er alleen. Deze voelt. Perfect. Ah, heel goed. Zullen jullie weer mee gaan? Ja. Een vijf. Een vier. Drie. Twee. Één. Dames en heren, wat fijn dat jullie zijn.
samen met ons onze wonderen veel te uitpakken. Maar niet getreurd, want er komen nog veel meer wonderen aan vandaag. Want we zijn nog 3 keer terug hier vandaag. En vergeet niet, de meeste wonderen zijn de wereld nog lang niet uit. Dit feest van hier is super groot. Zie je allemaal. Applaus voor winterwonderverzamelaar Victoria! En een applaus voor winterwonderverzamelaar Fayette! En een heel groot applaus voor Vera! En een dagelijks applaus voor onze Vito! Hallo, wat heerlijk! Dankjewel dat jullie ons hebben geholpen. We hebben nog één verrassing voor jullie en die is vanavond. Om 7:45 in Winterport Laguna zijn jullie allemaal uitgenodigd op ons magisch winterfeest. Dus zorg dat je erbij bent aan de kant van de ijsbaan. Dat is belangrijk. Hey, zullen we samen sneeuw gaan maken? Ga allemaal maar eens staan en kom dichterbij. Kom maar dichterbij, dan gaan we jullie leren hoe je onze sneeuw kunt maken. Doe allemaal maar je rechtshand in de lucht, je linkshand in de lucht en dan laten we het sneeuwen. Die sneeuw hebben jullie fantastisch gemaakt. Ja.